Ik heb hier Lotje nummer 1, heb iemand zijn naam opgeschreven. Die mag een spits af van mij, dat is altijd spannend natuurlijk. En we zouden eigenlijk vrezen. Dat zie je ook, hè? Gespannen kopjes, hè? Gespannen kopjes, hè? Gespannen kopjes. Oh, en we worden gefilmd, we komen op shownieuws. Kijk. Ah, dat is leuk. Ja, we komen op shownieuws. Nou, de eerste kandidaat die vandaag een spits af gaat bijten. Waar? Ik sta hier! Ja. Ja, staat ze erop, ja? Oh, heel goed. De eerste die het spits af gaat bijten voor de komende 20 minuten, dat is, we leggen ze gewoon op volgorde. Sydney, ja, nou begin je, man. Ik zou zeggen, pak je spulletjes erbij. Sydney is nummer 1. Dus ook kandidaat nummer 1 voor de minuutjes. Ga ik even plaatsmaken voor Sydney. Ja, plaatsmaken. Nummer 2, dan wacht even. We zijn er. We gaan gelijk door voor de nummer 2. De tweede die gaat draaien, nou, dat is met een grote fanschade bij Jim. Jij bent nummer 2, jongen. Jim van Weert is nummer 2. Dan gaan we kijken wie nummer 3 wordt om te draaien. Ja, dat is wel spannend daar. Hè? Ik zie wel spannende kopjes. Nou, dan ben je toch aan de beurt te stemmen. Ja, je had het al verwacht. De kandidaat nummer 3, dat is Stanley. En dan de laatste kandidaat natuurlijk, ja. De one and only die hier al regelmatig in de skiën gesignaleerd wordt. Om alle stufjes en alle nieuwe technieken van de DJ's op te pikken. Dat is natuurlijk niet te geloven. Maar dat is Matthew. Ja, Matthew. Matthew, zwaaien van de mensen, Matthew. Heel goed. Kandidaat nummer 4. Hebben we het opgeschreven, Marco? Ja, we hebben een lijst. Hou het even bij, Marco, want zonder jou zijn we nergens. Nee, dus Sydney begint, dan Jim, dan Sydney en dan Matthew. Dus we hebben de volgorde, dus is in ieder geval bekend. Nou, heel goed. Dus nogmaals, de kandidaten die krijgen 20 minuten de tijd om hun draaikunst te laten zien. Hier in de andere skiën erop en dan. Ik ben benieuwd naar alle stijlen wat ze gaan brengen en wat ze gaan doen. Maar even een klein beetje ruimte maken. En zoals Michel al zei, volgens mij, kandidaat nummer 1 die gekozen gaat worden door ons, door de jury, gaat rechtstreeks door naar alle finale. En de publiekskandidaat die zal op basis van de muntjes, van de gekozen muntjes doorgaan naar de kwartfinale. Dus dat wordt een hele spannende avond vanavond, ik ben benieuwd. Ik ben wel een klein beetje benieuwd, we gaan een klein beetje vragen. Ik zie dat Stanley is al druk bezig, maar bijvoorbeeld... Ja, misschien. Of in ieder geval Sydney is bezig, maar Stanley, waar kom je vandaan, Stanley? Rotterdam. Uit Rotterdam, hè? Wat is een beetje jouw stijl qua draaien? Nee, heel onaard, heel onaard. Nou, dat is leuk. Nou, dat vind ik wel fijn om te weten. Jim, waar is Jim? Oh, Jim is daar, hè? Nou, dan komen we zo even met terug. Matthew, jouw stijl is enigszins een beetje bekend, maar misschien ben je, heb je een hele ommezwaai gemaakt. Jij komt ook uit Rotterdam, hè? Nou, we hebben een gezellige teringbende gemaakt. Een gezellige teringbende, kijk, dat is het motto, hè? Een gezellige teringbende. Nou, dan loop ik toch nog even snel naar onze Jim, die heeft een prachtige man bij hem met heel veel repertoire in zijn man. Jim, waar kom jij vandaan? Ik kom ook uit Rotterdam. Kom je ook uit Rotterdam? Ja. Je bent nog jong, volgens mij, hè? Ja, ik ben 19 jaar. Ah, jong talent. En waar ligt jouw genre, zeg maar, qua draaien? Van alles wat? Van alles wat, ook heel onderaan. Van alles wat. Nou, ik ben benieuwd. We gaan zo maar beginnen. Ik loop nog heel even naar Sydney. Sydney, jongen. Lukt het een beetje, shit? Ja, je komt er wel uit, hè. Mag je even een hand geven ook? Waar kom jij vandaan, Sydney? Kom jij wel uit Amsterdam? Kijk, dat is leuk, hè. Nou, jij hebt wel vrienden gemaakt, hoor, zie ik al, hoor. Jij hebt wel vrienden gemaakt, jongen. Ja, en wat is jouw stijl, een beetje? Gewoon lekker house, gewoon, nou, helemaal goed. Nou, volgens mij gaan we langzamerhand beginnen, of niet, Misha, hè? Volgens mij gaan we langzamerhand beginnen. Hebben we nog een aftelmuziekje of een mooie lieder, een intro naar Sydney, of niet? Hij is begonnen. Hij is begonnen, dames en heren, onze eerste kandidaat in de DJ-pool.